De eerste beste keer dat ik ermee wegging, stroomde het water hier langs de wanden. Het mag wel iets meer, Kit. Ja. Er zijn zelfs mensen die zeggen, wij willen niet eens een romantisch weekendje met z'n tweeën weg. Maar wij willen meedoen aan een klusweekend, want dat verbindt ons zo mooi. Je zat net onder het raam. Kamperen zit gewoon helemaal in mijn bloed. Ik ben ook echt gemaakt op een camping. Dat zeg ik ook altijd tegen iedereen. Er komt even wat meer werk bij kijken, maar ja. We nemen een kijkje bij een van de klusweekenden van Caravanity. Hier kun je zelf aan de slag om je camper of caravan op te knappen of om die ene moeilijke klus uit te voeren. Met een beetje hulp natuurlijk. Mijn eigen camper, ja. Mijn trots sinds 3 jaar. En dit is gewoon helemaal mijn thuis op wielen. En ik ga daar heel veel mee op vakantie. Nou ja, ik heb het dus ook in gewoond, wat heerlijk was. Meer dan dit heeft een mens eigenlijk helemaal niet nodig. En ja, je kan zien, het is echt een huiselijke camper geworden. Zonder dat ik ook maar iets heb verbouwd. Maar ik heb vooral alles gedaan met styling, ander vloertje. Nieuwe gordijntjes, siergordijntjes, mooie nieuwe bekleding, leuke aankleding, zodat het echt een thuis op wielen is. Kijk, kamperen zit gewoon helemaal in mijn bloed. Ik ben ook echt gemaakt op een camping. Dat zeg ik ook altijd tegen iedereen. En een caravan heeft zijn voor's en zijn tegen's, een camper heeft zijn voor's en zijn tegen's, maar in de essentie vind ik het gewoon heel erg lekker om met zo weinig mogelijk spullen, zo minimalistisch mogelijk te leven. En als ik dus bijvoorbeeld ga fietsen en wild kamperen, nou wat ik een paar weken geleden heb gedaan, dan kom je ook weer op dat stuk terug. Wat heb je eigenlijk nodig? Je hebt niks nodig. Je hebt alleen maar jezelf nodig. Een beetje eten, wat drinken, een hangmatje om in te slapen. En de rest vind je gewoon allemaal ook in de natuur. Ja, dus hoe minder, hoe beter. Dit is eigenlijk al heel luxe. Caravanity is 12,5 jaar bijna alweer geleden opgericht door Femke Kremers. En Femke Kremers die kreeg van haar ouders, kreeg zij volgens mij van haar schoonouders, een hele grote Eriba. En dat was gewoon een verschrikkelijk ding om daarmee gezien te worden. Dus zij had zoiets van, ik wil daar wat moois van maken. Zij is toen echt begonnen met pimpen, maar er was ook nergens iets van informatie te vinden. En zij is eigenlijk dat hele project wat zij is gaan doen, gaan delen op een website. En zo is eigenlijk
in de basis Caravanity geboren. En in 2018 is Femke komen te overlijden. En toen heeft zij, voordat zij is gestorven, heeft zij gevraagd of ik Caravanity wilde voortzetten. En daar moest ik wel even goed over nadenken, want ja, het was echt haar kindje. En ik wist hoe Caravanity enorm aan het groeien was. En ja, vond ik wel belangrijk dat dat op een goede manier voortgezet ging worden. En ondertussen is Caravanity geëxplodeerd sinds coronatijd. Zoveel volgers en zoveel mensen die inspiratie hier vandaan halen en die tips gebruiken, zodat zij niet die fouten hoeft te maken die ik ooit heb gemaakt. Meer kit. Ja. Dus vandaag is een Max fan installeren en het bed repareren. Dat is ook nog gebeurd. Ja. Stapje voor stapje en dat gaat pas zo. Dus dat gaat goed. Ding boven monteren, een geul maken voor het elektra, zodat het elektra in het dak kan wegwerken. En dat moeten we nu gaan doortrekken. En vandaag ben ik de binnenkastjes, een binnenkast aan het maken, hier zo langs de wand. En daar heb ik een beetje de technische kennis van Radboud bij nodig, want alles loopt rond. Dus ik moest ook eventjes een tijdje pas op de plaats maken met de caravan, want ik was er even helemaal klaar mee. Want het is passen, meten, zagen, meten en maar hij is bijna af. En dit is ook wel mijn grote trots, zal ik even laten zien. Er zit een gasveer bed in. Kijk, dan kan ik zo. Woep. Oh. En dan kan je hier weer onder je spullen opbergen. Zonder al te veel kracht. Zo. Zak tot hier ongeveer zagen. Ja. En dan zo alleen de triplex eraf. Ja. En dan gaan we een half houtverbinding maken. En dat stuk hout nieuw en hier half. En dan schroef ik aan elkaar vast en dan weer een hele balk. We hadden een caravan gekocht en die bleek niet goed te zijn. Rotte wand. Dus we hebben dit weekend de wand eruit gehaald en we kwamen nog wat puntjes tegen. Ja, nou kijk. Dus er moet wel echt even wat gebeuren. Wij hadden eigenlijk de staat van de caravan hadden we wat positiever verwacht. Maar er mankeert toch wel wat aan. Dus dit gedeelte dat was wat verrot. Dus we gaan nou allemaal nieuwe platen gaan we er tegenaan zetten. En dus we moeten zorgen dat het helemaal kaal is. En dan dan weer helemaal opnieuw opbouwen eigenlijk. Daar komt het op neer. En mooi maken. Mooi maken, dus komt een nieuw behangetje komt er dan op. Maar dat is dan even project 2 of 3 of 4. Gaan we het stapelbed nog maken? Daar komt even wat meer werk bij kijken. Maar
Ja, ja, aldoende leren wij ook weer een hele hoop. Dus leuk. Ja. Ja, dan zit je het zo met. Ja. Wat is de klus van vandaag? De klus van vandaag is deze wand afwerken die we vernieuwd moeten hebben. En dat is het laatste stukje eigenlijk. Dus we hebben alweer een hoop gedaan. Mijn ramen aan het polijsten, zeg maar, krasvrij maken aan de, zowel binnen als buiten. In de hoop dat ze net iets fijner eruit zien, zeg maar. We hebben de oude keukenblok en alles eruit gehaald. Er zat een gasplaat en zo zat erop, dat hebben we allemaal weggehaald. We hebben helemaal geverfd, behangen, gordijnen gemaakt, bekleding gemaakt, nieuwe vloer gelegd, stapelbed gebouwd. De buitenkant geverfd. Ja, en ik denk nog wel wat andere kleine dingetjes die we ook gedaan hebben, maar waarvan ik het nu even niet meer weet. Ik hoop dat we een heel eind komen deze klusronde. Ja. Ik had er voor een andere caravan en die was vergaan, zullen we maar zeggen. En toen dacht ik, nou, ik neem geen caravan meer, gedoe allemaal. Maar dan ging ik toch kriebelen. En toen wilde ik niet zo'n zware caravan. En ook eentje waar je vrij makkelijk mee kon rijden. En toen dacht ik, nou, ik neem een Eriba. En ik denk, nou, weet je wat, koop ik een nieuwe. Dan heb je ook gelijk geen gezeur en alles. Maar ja, dat vond ik zo'n bizar veel geld voor een caravan. Nou, dat doe ik niet. En toen vond ik deze vlak bij mij om de hoek. En eigenlijk was er ontzettend veel belangstelling voor. Maar het waren van mensen die al bijna 90 waren. En die hadden hem altijd gehad. En ja, die hielden heel veel van hun caravan. Dat was duidelijk. Maar ja, ik vond hem meteen heel erg leuk. Ik dacht, oh, wat is die leuk. En toen zei zijn vrouw, we verkopen hem aan haar. Dus hij is uit 2000. En ik heb hem bovenaf laten keuren. Hij was helemaal goed. En toen de eerste beste keer dat ik ermee wegging, nou, stroomde het water hier. Ja, dat duurde natuurlijk een tijdje, maar op een bepaald moment stroomde het water hier langs de wanden. En terug naar die BOVAG-man. En die heeft toen gekit, maar waar die gekit heeft weten wij niet. Maar niet op de goede plek, want het bleef lekken. En daarna heeft een vriend van mij, die zei het is het derde remlicht, dat is vaak zo bij caravans. En die heeft dat toen gekit. Nou, en toen was die goed en smerig van binnen. Ik denk eerst maar schilderen en kijken wat dat oplevert. En misschien dacht ik, nou misschien ga ik ook de vloer dan toch nog een soort donkergroen zij leggen. Misschien, dat weet ik nog niet. Stap, maar er zijn mensen die zijn hier al 22 keer geweest. Ja, nou zo fanatieke klusser ben ik ook weer niet. Nee. Een klusweekend start altijd op vrijdag. Zijn mensen welkom vanaf 12 uur. En op vrijdag kunnen ze altijd een beetje lekker acclimatiseren. Kunnen ze eventueel al lekker starten. Doen wij s'avonds altijd even met alle deelnemers een welkomstmomentje. Waarin ook altijd gezegd wordt, het is geen groepsreis. Je bent zelf met je klus bezig. Daar ben je zelf ook verantwoordelijk voor. Maar Radboud en ik zijn gewoon het hele weekend staan wij voor jou klaar. Voor raad en daad. Professionele materialen hebben we. Waarmee ook gezaagd kan worden. Of noem maar op. Ja, zodat mensen hier lekker echt een weekend lang zonder kinderen. Dat is echt, ja, dat is echt belangrijk. Klusmeters kunnen maken. Dat je niet de was hoeft te doen, de hond hoeft uit te laten. Dat je niet papa of mama de hele tijd om je heen hoort. Maar gewoon lekker bezig kan zijn met je huisje op wielen. En dan hebben we op zaterdagavond altijd een barbecue. Dus hoef je ook lekker niet te koken. En op zondag gaan de meeste mensen meestal aan het eind van de dag weer naar huis. En sommige mensen komen hier echt voor het laatste detail afmaken. Sommigen starten hier echt voor de allereerste keer. Sommigen komen voor de vijfde, zesde keer alweer terug.
Er zijn zelfs mensen die zeggen, wij willen niet eens een romantisch weekendje met z'n tweeën weg. Maar wij willen meedoen aan een klusweekend, want dat verbindt ons zo mooi.